Het zijn twee overlevers van de bekercompetitie en twee teams met terecht een uitgesproken top 6 ambitie. We hebben nog iets te goed van de 18e speeldag en het zal dus van hier moeten komen. Genk begint met Van Hout en Kara die ook in de competitie na schorsing weer kan meedoen. Gorjus die speelt met een gekloven wenkbrauw en links aan de buitenkant blijft Ayoub staan. Genk zit met een stuk of 4-5 geblesseerden. Lokeren dan met Mijat Maric naast Scholz. Met Hans van Aken die in de thuisprovincie zijn klasse kan komen laten zien. In de punt van de aanval kiest Peter Maas voor Junior Dutra. Hij houdt topschutter Harbawi op de bank. De scheidsrechter is Jonathan Lardo. Van Aken. Galicios ineens. Hier is de pauw. Dit is een kans hoor. En de save van Van Hout. Dat stapje naar buiten was misschien net te veel. De pauw, Dutra. Ontwijkt Masika Ayoub. Goeie bal op Van Aken die zich ook heel goed aanbiedt. Is een van zijn kwaliteiten. Odoi. Bal door de benen van Anele tot bij Patosi. De voorzet van Patosi en de kopbal goal. Van Junior Dutra. Een schitterend doelpunt. Ik zou bijna durven te zeggen een echte lokeren goal. Dit is Odoi. De bal gaat door de benen van Anele. En dan een uitstekende voorzet van Patosi. Die neemt ook alle corners en vrije trappen voor zijn rekening. Zo goed als allemaal. U ziet waarom. Wat een traptechniek. Bal op het hoofd van Junior Dutra die zijn derde van het seizoen maakt. Net geen kwartier gespeeld. Hij is klaar voor de corner van Gorjus. Staat in het doel, kapitein Vossen. Hoge, grote mannen. Hier is Highland, maar er is gefloten. En ik denk voor een penalty. Dat zie ik dan aan de wijze waarop Lardo belaagd wordt. Voor deze schermutseling, deze scrimmage. En voor deze hand tegen de bal. Coppa op de knieën. En dan weer recht. En hij bezweert de bal en de tegenstander die gefocust is op wat hij moet doen. Coppa pakt. Daar komt Kumorji. Coppa simpel dan. De bezwering en gewoon het fysieke kunnen van Barry Boubacar Coppa ook niet zo goed gegeven natuurlijk. Heel dicht bij de doelman. De Pau, Dutra, Patosi. Hier is Van Aken. En dan is de Pau nog bij de bal en Van Hout opnieuw. Chimanga. Die komt direct de pauw tegen. Balverlies kan pijn doen. Koulibaly. En blijkbaar een overtreding. Volgens dat volk op de tribunes. Maar Lokeren moet daar niet naar kijken natuurlijk. Lopen, sprinten, dat doet Dutra. En scoren, dat doet Van Aken. Dat gaat dan tegen de stem van het volk in. Maar met De Pauw en Dutra pakt Lokeren de rechterkant. En Hans van Aken scoort. Die bal moest volgens de publieke opinie over de zijlijn. Dat zou maar fair geweest zijn. En misschien was dat hier wel een overtreding. Min of meer of bijna zeker een trekfout van Neil De Pauw. Maar als de scheidsrechter niet fluit, dan kunnen ze voetballen. Dan is dit Dutra en dan is dat Van Aken. Messcherpe counter. Dutra ook weer mooi tussen de lijntjes. Hij wil er buitenom bij Highland. Heeft nog de bal. Kumorji misrekent zich. En dan Patosi erover of ernaast. Anele en Patosi.
Ramsey en een vrije trap voor Genk. En Lardo laat zich, denk ik, beïnvloeden en gaat nu een kaartje trekken. Daar staat met 17 Jeroen Siemais. Die kwam in minuut 40 in de plaats van Koulibaly. En op de lijn Vossen. En Jonathan Lardo wuift alles weg. Thomas Buffel bespeelt de scheidsrechter. Patosi moet haast maken. Hij gaat een kaart krijgen. En die heeft er al een. Ja, dan moet hij eraf. Er hangt hier zoveel frustratie en woede. En dan gebeurt dit. De Pauw. Met Vossen daar ook in de defensie. Willem Vossen neer. Gefloten voor een overtreding daar. Mario Been blijft er cool bij. Dutra. Geel. De mensen van Genk moeten Peter Maas bedaren. Maar bij de rust is het hoe dan ook 0-2. De Pauw. Dutra. Van Aken. En hier is Neil de Pauw voor 0-3. Weer tegen Van Hout aan. Die bal simpel met zijn grote lijf blokt. Het is de beste kans van de tweede helft. En ze was voor Lokeren. Daar staat Ayanda Patosi. In de buurt van Peter Maas. Alle twee weggestuurd aan het einde van die eerste helft. Buffel. Hier is Vossen. Hier is Vossen. En dan wordt die bal uit het doel gehouden door Mijat Maric. Hij omhelst ze allemaal, Barry Koppa. De kopbal van Vossen die Koppa verrast. Maar Mijat Maric voor de lijn. Buffel krijgt de bal van Schrijvers. Speelt hem terug. Schrijvers, Buffel. Buffel voorzet. Hier is Vossen. Wie anders? Odoi in de voeten van Sibus Schrijvers. Met een schot tegen de billen van. En dan een geweldige misser van Bernard. Kumordzi. Borius laat door voor Kara. Buffel komt naar binnen. Wordt nu aangespeeld. Bal gaat voor het doel komen. Hier is Borius onder meer. De kopbal was van Anele. Of was het Vossen? Het was in ieder geval het was Vossen. En in ieder geval te zacht om Koppa te verontrusten. En zo gaat er altijd wel iets mis. Einde van de wedstrijd. De meester van dit Lokeren is Peter Maas. Die speelde hier een heel straffe wedstrijd. Jammer van het tumult voor de pauze. De eindstand is hier 0-2.